Fijn dat je kijkt naar de Nieuwe Tijd podcast. Vandaag ga ik verder met Caspar Rutte en we gaan na de wetten die we hebben geïntroduceerd, gaan we verder met de casus. En we gaan een aantal reeksen doen die heel interessant zijn om te volgen, zodat je de Germanische nog beter gaat begrijpen. En ja, ik ga verder met Caspar. Caspar, goedemorgen. Ja, goedemorgen Niels. En ja, we gaan een casus behandelen, misschien wel meerdere vandaag. En je hebt ze me gisteren doorgestuurd en ja, ik vond het ergens wel heel interessant, want het is best wel redelijk goed te verklaren waar het probleem zit dan, hè, vind ik. Ja, we hebben natuurlijk heel veel theorie gehad met de 5 podcasts over de 5 biologische natuurwetten. Veel boeiender is nog, ik bedoel, die basis die is noodzakelijk, maar veel boeiender is natuurlijk van ja, hoe ziet dat er nou in de praktijk uit? Want je kan natuurlijk over theorieën blijven praten, hè, hoewel, ja, het is theoretisch, maar het zijn natuurwetten, dus het is een wetmatigheid, het is geen idee of ja, theologie. Ja, die praktische voorbeelden zijn eigenlijk de enigste manier om de Germanische werkelijk goed te begrijpen. Omdat het gaat om de praktijk. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Want tussen de natuur en onze samenleving zit zo'n enorme kloof die de biologie moet overbruggen. Want het feit dat wij menen uit de biologie te zijn gestapt, Dat wil niet zeggen dat we niet meer biologisch reageren. We reageren nog steeds biologisch. Dus en daarom wil ik dan, dit zijn gewoon praktijkvoorbeelden. Dus ik heb zo, dat zijn de simpele. Dat wil ook niet zeggen dat alles zo simpel is in de Germanische. Maar het is gewoon om even aan te tonen hoe dingen functioneren. Ja, misschien wel even goed te zeggen. Dit is een opname, dus als mensen nadien willen reageren op de casus, dat kan. Dan moeten ze je even mailen, hè? Ja, ze kunnen mailen. Ik weet niet, of je een chatmogelijkheid hebt in de. Ja, je kunt wel reageren onder dit bericht. Dat kan ook. Nou, ja. Dat kan ook natuurlijk. Ja, eigenlijk net zo gestructureerd als de biologische natuurwetten zijn, wil ik die ervaringsberichten eigenlijk ook starten bij de hersenstam, ons oudste deel, ons oudste hersendeel. Ja, omdat elk hersendeel heeft zo zijn eigen kenmerken. En als we het per hersendeel doen, zo'n paar ervaringsberichten, dan krijg je meer een indruk. Oh, dat werkt daar dus zo. Ja, en dan, als we dan later, in volgende opnames, in andere hersendeel komen, die hebben weer andere wetmatigheden, die alleen maar voor dat deel gelden. Voor dat hersendeel. Ja, dus de biologische natuurwetten gelden voor alles. Maar binnen het systeem hebben we weer, het zijn geen uitzonderingen, maar dan een bepaald deel werkt zo en een ander deel werkt zo. Dus om het ervaringsbericht überhaupt te kunnen begrijpen, moet ik de luisteraars eerst een klein beetje inwijden in hoe werkt, wat is dat nou eigenlijk de hersenstam? Wat doet het? En wat zijn daar de kenmerken? Okay. Ik heb het eenvoudig gehouden. Het gaat veel dieper dan wat ik nu vertel. Maar oké, we hebben maar beperkte tijd. Hè. Dus bij de hersenstam hebben we een bepaalde conflictinhoud. Bij elk hersendeel, de hersenstam, kleine hersenen, de witte stof van de grote hersenen en de hersenschors. Dat zijn een beetje 4 hersendelen die we hebben. Maar bij de hersenstam gaat het eigenlijk altijd om de brokconflict. Wij noemen dat brokconflict. Dat is een begrip in de Germanische. En brok, kan je iets bevoorstellen? Voedsel. Ja? Ja. De hersenstam stuurt alle organen die met spijsvertering te maken hebben. Ja? Dus dat begint al bij de mond. Speekselklieren, het mondslijmvlies. Een deel van de slokdarm, de maag, dat gaat over in de 12-vingerige darm, de nuchtere darm, de kronkeldarm, enzovoort. Dan komen we bij de dikke darm. Maar in ieder geval, die hele kringloop, zou ik maar zeggen, die wordt gestuurd vanuit de hersenstam. Ja? En we hebben daar ook een schema van, en dan kan je dan zien
Dat ligt ook allemaal keurig netjes in een cirkel geordend in de hersenstam. Dus ook die ingang tot ja, de uitgang, de ingang, het ingaande gedeelte is om de brok op te nemen. Ja, dus te krijgen, tenminste in de mond dan wel vroeger, de oerdiertje in de muil, te krijgen. Misschien dat je dan ook even nog in beeld kan laten zien. Het ringdiertje. Oké. Ja. Het ringdiertje. Ik begin even bij het ringdiertje. Dat is volgens de embryologie, het embryo, het hele vroege stadium van het embryo is ook in deze ringvorm. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, tijdens de 9 maanden zwangerschap die we doorleven in de buik van de moeder, doorleven we, zal maar zeggen, onze hele biologische ontwikkeling van ringdiertje, van eigenlijk van eencellig, hè, want we komen uit één cel voort. Mm-hmm. Ook het embryo komt uit één cel voort tot mens. Maken we die ontwikkeling door. En dat ringdiertje, wat tegenwoordig ja, nog steeds bestaat, in de vorm van een kwal, en zeediertjes, die hebben nog steeds deze vorm. Die hebben één muil, waar het voedsel ingaat. Dat gaat dan rechts erin, en maakt dan rechts die omloop, om de brok op te nemen, om de brok te verteren. En als het over de helft komt, of de andere helft komt, dat is bij ons de dikke darm, dan gaat het erom de brok kwijt te raken. De keutelbrok noemen we dat. Dus we hebben de opnamebrok, de voedingsbrok, en we hebben de keutelbrok. En rechts is altijd in, en links is altijd uit. En bij een volgende podcast, daar komen we nu niet aan toe, zal ik ook laten zien dat zelfs nog in het hoofd terug te vinden is. Omdat die breuk is gekomen bij het rectum. En het zou links aan het strottenhoofd zou die scheiding dus zijn bij het embryo in de ontwikkeling. Dus okay. Hier is ons anus dus losgekomen. Yeah. Ja? Okay. Maar dat houdt in dat wij in het hoofd nog links en rechts hebben. Mm-hmm. Voor links de brok of rechts de brok te pakken te krijgen en links de brok kwijt te raken. Want dan hebben we het over de hoorbrok. Het middenoor is ook darmweefsel, is ook klierweefsel. En de neus en de amandelen. Maar oké, dat laten we even ter vereenvoudiging buiten beschouwing. Even voor de verdieping. Ja, daarom. Ja. Het gaat even om het principe. Met de hersenstam hebben we rechts in, links uit. Ja, en dan gezien vanuit dit ringdiertje. Want ja. De dikke darm, die loopt, die gaat omhoog, die stijgt op, de stijgende dikke darm, de transversiale dikke darm, en de dikke darm die naar beneden gaat. Dus die gaat van rechts naar links, maar die ligt in de hersenstam links, en bij het ringdiertje ligt die ook links. Dus die reageert, die heeft helemaal de conflictinhoud, de onverteerbare ergernis niet kwijt te raken. De keutelbrok, zeg maar, niet kwijt te raken. We gaan straks zien wat dat inhoudt, want het zijn allemaal zo'n beetje termen. Maar dat is, dat in de praktijk ziet dat, ja, is dat wordt wat duidelijker. Dus dat is in ieder geval voor een beeld te krijgen hoe dat in dit deel werkt, is deze verklaring nodig, dat ringdiertje. Ik denk dat zo wel duidelijk is. Ja, de afbeelding hebben we staan, dus kunnen we mensen gewoon even kijken. Ja, dat is zeker ter verduidelijking, als je dat rechtse beeld met die ringetjes hebt, dus de hersenstam, daarachter ligt de kleine hersenen, dus als wij in de Germanische de hersenen bekijken, om het even welke, dan staan we altijd achter degene en kijken er bovenop. Ja? Omdat de academische artsen, die kijken vaak meer van onderen. Die hebben met hun, want het gaat, je kan dit op een hersen-CT-scan leggen, bij wijze van spreken. Waarom is dat dan zo, dat zij daar van ja, onderen dat is zo, ja, waarom, kijk, dat is gewoon zo ooit ingesteld. Dr. Hamer vond het praktischer om gewoon bovenop de patiënt te kijken in dat geval.
Ja, okay. Het is ook praktisch, want anders heb je alles in spiegelbeeld. Ja, dan moet je zo gaan kijken, bij wijze van spreken, om te zien waar nou de inslagen zijn. Dus vaak moet dat omgedraaid worden met de hersens. Maar oké, als het transparant is, is zo geen probleem. En in de computer kan je het ook omdraaien. Maar je moet even rekening mee houden. Dat wij in de Germanische bekijken, zijn altijd 8. Ik vind het ook een mooi symbolisch iets. Te staan achter de patiënt, ja, achter diegene waar het om gaat. En je kijkt er bovenop. En dat is even om een indruk te geven. Want nogmaals, je kan deze afdruk kan je in principe op een hersen-CT-scan leggen, op de juiste laag. En dan kan je dus precies zien waar, als er inslagen zijn, in welk orgaandeel. Hè, of dat in de nuchtere darm is, of dat in de kronkeldarm is, of in de dikke darm is. Dat kan je in de hersen-CT-scan zien. Dat is wel magnifiek, hè, dat het zo goed te herleiden is. Dus, op het moment dat het inslaat, dus voordat ik überhaupt symptomen, want het is een celtoename in de actieve fase, had ik nog niet verteld. En de hersenstam heeft altijd een celtoename om bijvoorbeeld een brok die vastzit te kunnen verteren. Ja, in de natuur zou dat zijn bijvoorbeeld een bot wat het dier ingeslikt heeft en ergens vastzit. Om met meer spijsverteringssappen dit bot alsnog te verteren. Dus er wordt iets naar richting mond in de darm, ontstaat een bloemkoolachtige tumor. En die gaat dus ongelooflijk veel spijsverteringssappen afgeven om deze brok alsnog te verteren. En zodra de brok erdoor schiet, ja, dan is het conflict opgelost biologisch gezien. En dan wordt deze tumor, die nu niet meer nodig is, in de genezingsfase tuberculeus afgebroken. Dat is hele principe. En dat geldt hier in de dikke darm, of in de darm. Maar het principe is voor alle hersendelen hetzelfde. Of het is een celtoename of een celafname, maar het gaat erom, er wordt iets gedaan, een celtoename of een celafname, of een functieuitval. En op het moment dat het conflict is opgelost, ja, dan wordt het weer hersteld, in zijn oude toestand gebracht. Nou, simpeler kan het niet, hè? Dat is het hamerskompas. Duidelijk, ja. Nou, dat heb ik gehad. Dus rechts in, links uit. Dat is voor de hersenstam bepalend. Maar oké, dat is biologisch gezien. Dan gaat het om de brok. Dat is duidelijk. Maar we hebben ook situaties in onze samenleving gecreëerd. Wij geloven in allerlei systemen die we zelf, ja, dan wel zelf gecreëerd hebben, dan wel die voor ons gecreëerd zijn. Die dus niet, ja, in mijn beleving, maar ik denk dat dat voor de luisteraar misschien niet zo goed in te schatten is. In mijn beleving bestaan die helemaal niet. Ja, het simpele voorbeeld is geld. Ja, geld is een geloofssysteem. Wat je er ook over zegt, of uit welke hoek je ook komt, het is gewoon in de basis een geloofssysteem. Ja? Want het is gewoon papiertjes. Als het al papier is, tegenwoordig zit het in de computer. Je weet alleen maar dat je het hebt, maar het bestaat niet meer. Dus is puur een iets wat je gelooft, dat zo is. Ja. Ik denk dat geld daar een heel duidelijk voorbeeld van is. Ja, een afspraak, dat we dat weg moeten doen. Ik heb het er niet over dat het niet goed is, of dat het boos is, of er worden verkeerde dingen mee gedaan. Dat is mijn overtuiging wat ze met geld doen. Ik denk dat het als ruilmiddel heel erg efficiënt is. Ja? Dat ik niet een zak aardappelen mee naar de kruidenier moet nemen om melk te krijgen. Ja? Dat ik dat gewoon, en dat je dan bij de ene dat uitwisselbaar is. Laat me zo stellen. Ja. Ik denk dat dat heel zinvol is, maar niet. Ja. Nee, maar het is een afspraak. Het is een afspraak waar we ons allemaal aan houden. Ja, wij moeten er ons aan houden in ieder geval. En je moet erin geloven. Ja. Want ja, als die kruidenier, als ik een papiertje op de balie leg en die zegt, ja, hoe moet ik daarmee? Daar heb ik er al 100 van. Heb je geen aardappelen? Ja, dan sta ik daar, snap je? Dus het blijft een geloofssysteem. Ja. En in de natuur bestaat er geen geld. Verlies een briefje van 1000 of 500, heb je geen 1000, een briefje van 500 in het bos. Nou, er is geen vos die daar die daar achteraan gaat. Deze maand heb ik het weer goed. Ja, het is. Die kunnen daar niks mee. En ja. Maar wij moeten, als we bijvoorbeeld een conflict hebben, een biologisch conflict met geld hebben,
moeten wij wel daarmee reageren. En we kunnen alleen maar biologisch reageren. De natuur heeft bij ons geen geldrelais ingebouwd. Van nou, als je geld verliest, dan gaan we dat zo oplossen. Dus dan associeert de natuur, of ons onderbewustzijn, hoe je het noemen wil. En die zegt dan, oké, je hebt geld verloren. Dat gaat natuurlijk heel snel. Hè? Ik doe het nu even wat uitgebreid, maar normaal is dat een fractie van een seconde. Die zegt dan van, oké, je hebt geen geld. Of je hebt geld verloren bijvoorbeeld. Je hebt op dit moment geen geld. Een conflict situatie waarin je opeens geen geld meer hebt. Dus zeer acuut dramatisch, isolatief beleefd en op het verkeerde been gezet. Geen geld. Maar met geld koop je eten. En als ik geen eten kan kopen, dan verhonger ik. Dus het is een verhongering. Je leidt een verhongeringsconflict, bij wijze van spreken. Ja. Ik geef het, maar het is hoe het door jou op dat moment geassocieerd wordt. Ja. Wat betekent geld voor jou? Er zijn mensen die zijn miljonair, die verliezen 100.000 euro en leiden een verhongeringsconflict. Terwijl ze nog 900.000 euro hebben, bij wijze van spreken. Ja? Okay. Ja. Maar de conflict situatie, er is een conflict situatie, hoog, acuut, dramatisch, isolatief beleefd en op het verkeerde been gezet. Dat is me nog nooit overkomen. Dat ik zomaar ineens 100.000 euro kwijt ben. En dan is het een biologisch conflict. En moet ik biologisch reageren? En kan ik dus reageren met een verhongeringsconflict zonder dat ik werkelijk zonder geld zit? Dat ik werkelijk zonder eten zit. Ja, een heel simpel voorbeeldje daarvan is, ja, een man komt op zijn werk, haakt de computer in, het eerste wat hij 's morgens doet is zijn aandelen bekijken. En het blijkt dat zijn aandelen in de kelder zijn, niks meer waard. Ja? Hij leidt daarbij een conflict, een verhongeringsconflict, verliest veel geld, is daarin geïsoleerd, komt 's avonds thuis, is conflict actief, ijskoude handen. Tafel is zijn vrouw weet van niks, tafel is gedekt, hij schuift aan en hij krijgt geen hap door zijn keel, want hij is hoog conflict actief. Met een verhongeringsconflict. En hij krijgt geen hap door zijn keel. Dus bij psychologisch zouden ze zeggen, ik heb een verhongeringsconflict, ik schuif aan en ik begin even flink te eten voordat het allemaal op is, weet je wel? Nee, hij krijgt geen hap door zijn keel. En dat eten op tafel lost ook zijn conflict niet op. Want het gaat om het geld, snap je? Dat is heel, dat luistert heel nauw als een Zwitsers uurwerk. Ja, precies. Ja? Oké. En dan, wat dan nog, en dat geldt voor alle hersendelen, dat geldt voor alle programma's, dat zijn de sporen. De sporen zijn nagenoeg net zo belangrijk als het biologisch conflict. Want het biologisch conflict, wat ik net aan heb gegeven, is een seconde. Ja. Een fractie van een seconde. En dan wordt er geassocieerd. En voordat ik, zoals ik dan doe, van erover nadenk, van ja, oké, als ik geen geld heb, dan kan ik geen eten kopen. En als ik geen eten kan kopen, ja, dan verhonger ik. Dat wordt door het onderbewustzijn geassocieerd in een fractie van een seconde, voordat ik erover na kan denken. Ja. Sporen, zou ik dat kunnen begrijpen als toch blijvende schade ergens van? Nee, nee, absoluut niet. Nee, het is een vroegtijdig waarschuwingssysteem. Dus op het moment dat ik mijn conflict leid, wordt er een afdruk gemaakt door de hersenen van mijn omgeving, met alle zintuigelijke waarnemingen. Ja? En vooral dat wat op dat moment indruk maakt. Ja, dus we zeggen zo, waar de hersenen op dat moment mee bezig zijn. Laten we zo stellen, die indrukken, die gaan daarmee. Simpel voorbeeld. Als ik op een boerderij mijn conflict zou leiden, ja, dan gaat de geur van mest op elke boerderij. Ik ben nog niet op een boerderij geweest waar geen mestgeur hangt, maar dan gaat de geur van mest gaat daarin mee. Ja? Ik denk dat niet zo moeilijk voorstelbaar is. Maar de boer die gewoon 24 uur per dag in deze lucht zit, die ruikt die geur helemaal niet. Daar zal die geur niet in meegaan, want de hersenen zijn daar niet meer met die geur bezig. Ja? Dus dat moet je ook in differentiëren. Niet alles, alles wordt wel opgeslagen, maar niet alles is een spoor. Dat is wat op dat moment indruk maakt, maar de mest hoeft niks met mijn conflict te maken hebben. Nee. De mest is er. En wat doet de natuur nu? Die zegt,
kom ik nu weer, mest is als spoor opgeslagen, kom ik nu weer op het spoor mest, dan zegt het organisme, het biologische programma of het organisme zegt, hey, pas op, de vorige keer dat er mest was, heb je een conflict geleden. Om het even welk conflict dat was, heb je een conflict geleden. Dus stel je voor, ik ben een paar jaar later kom ik op een andere boerderij of ben, ja. En dan ruik ik die mest, dan gaat het weer helemaal aan. Dan wordt dus uiteindelijk, biologisch conflict is eigenlijk een bescherming. Ja, voor de situatie waar die conflict situatie die dan optreedt. En dan zegt het organisme, oké, weet je wat we doen? We starten gewoon het hele programma weer. Dan weten we zeker dat we bewapend zijn, zal ik maar zeggen, tegen de situatie. Ja, het hoeft dus niet meer hoog acuut dramatisch, isolatief beleefd en op het verkeerde been gezet te zijn. Dat is alleen maar bij het oorspronkelijke conflict. Oké, maar is het dus geen herbeleving? Of... Ja, maar het gaat aan ons verstand voorbij. Als je op de boerderij komt, dan heb je niet van, ach jee, we zouden het kunnen merken doordat we koude handen krijgen. Maar in 99% van de gevallen merken we dat niet. Okay. Omdat we al zo gestrest zijn. Het dier merkt het. Het dier zou het merken en stoppen. En een andere kant op gaan. Maar wij vinden sowieso dat we dingen moeten doen. Ja, ik moet daar zijn. Ik moet daar. En wij gaan door die stress heen, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is wat wij anders doen dan de dieren. En dat is niet omdat we beter zijn. Dat is omdat het bier in feite biologisch slimmer is. Gevoeliger is. Die merkt dat. Wij kunnen dat wel weer leren, niet eens leren, we kunnen dat wel weer merken, maar dan moeten we ons eerst bewust zijn van de processen die er lopen. Het dier is zich daar natuurlijk niet van bewust en hoeft zich daar ook niet van bewust te zijn. Bij hem gaat het allemaal instinctief. Maar sporen is, ja, het biologisch conflict is een seconde, een fractie van een seconde, en de rest zijn sporen. Dus als het niet oplost, wil dat zeggen dat er een spoor is. Ja, is er altijd één spoor of kunnen er meerdere zijn? Bij wijze van spreken honderden sporen zijn. Dat is maar net in welke conflict situatie ik zit. Dus welke indrukken er allemaal zijn. Maar we moeten heel goed begrijpen dat in feite het spoor, we hebben één hoofdspoor. Dat is het biologisch conflict. Het biologisch conflict is zelf ook een spoor. Ja, als ik een onverteerbare ergernis met de buurman heb, ja, wat dus een brok conflict is, ja, ik heb een situatie met de buurman en die ergert mij. En dat is het brok conflict, wat in de natuur dus niet voorkomt. Want als het in de natuur zoiets zou zijn, dan zou het een territorium conflict zijn. Ja. Die hebben geen brok ergernissen. Dat zou het dan nog eerder gevecht worden of zo? Of een, ja, dan wordt het territoriumstrijd. Ja. Ja? Maar hier gaat het gewoon om een ergernis met iemand in mijn omgeving, in dit geval de buurman. Ja? Dan is de buurman het hoofdspoor. Elke keer als ik de buurman tegenkom, ben ik conflictactief. Dat kennen we ook wel. Als we conflicten met mensen hebben, dat we ons ongelooflijk kunnen ergeren aan iemand. Ja, ja. Iemand anders niet, maar ja, oké. Okay. Nee, maar dat werkt dus over dit systeem. De buurman is het hoofdspoor. Maar als hij net het gras gemaaid had, en de geur van vers gemaaid gras gaat in het conflict mee, dan is overal waar ik kom, waar vers gemaaid gras is, dus de buurman is niet te zien, maar er is vers gemaaid gras, reageer ik dus met de ergernis van de buurman. Nou, zonder de samenhangen te begrijpen, besnap je daar natuurlijk helemaal niks van. Nee. Waarom erger ik me nu hier, terwijl de buurman daar is? Ja, om dat überhaupt al in mijn bewustzijn te brengen. Ja. Maar over dit mechanisme, biologisch mechanisme, loopt dat dus. Ja? Wauw, interessant. Het is meer zo in de trant van, hey, vers gemaaid gras, waar is de buurman? Conflictactief. Ja? En dat we dat niet bewust zijn dat dat gebeurt, dat maakt niks. Dat doet niks af aan de reactie die we hebben. Dat gaat over ons onwillekeurig zenuwstelsel. Daar hebben we niks over te zeggen.
Het is een waarschuwingssysteem. Je zou het als een soort reflex kunnen... Het gaat als een reflex aan ons verstand voorbij. En dat... Okay. En nogmaals, alle chronische ziekten, alle allergieën, lopen allemaal over sporen. Het conflict was ooit. En ik wil nu wel dat ervaringsbericht gaan lezen. Ik lees het even voor, daarmee we geen details weglaten. En dan wordt het ook wel duidelijker. Dan kunnen we daar gewoon nog wat dieper op ingaan. Okay. En dan kan je ook zien hoe lang die sporen kunnen lopen. Nou, een 49-jarige man heeft al sinds zijn 6e levensjaar een lactose-intolerantie. Ja, hij is nu 46, als ik me niet vergis. Ja, 49, 6 jaar, dus hij heeft al 43 jaar een lactose-intolerantie. Nou, hij gaat naar in Duitsland, dus een Duits ervaringsbericht van iemand. In Duitsland zijn er om de 50 studiegroepen door heel Duitsland verspreid, waar je gewoon elke maand heen kan gaan. En dan, ja, de ene doet dat in een gesprekje, de andere met presentaties, dat is verschillend. Maar hij gaat naar een studiegroep van de Germanische heilkunde. En na die korte inleiding realiseert hij zich zijn conflict van zijn lactose-intolerantie. Op 6-jarige leeftijd moest hij voor herstel naar de Allgäu en werd daar gedwongen melk te drinken. Dus hij ging naar zo'n kuuroord als 6-jarige bij zijn moeder weggehaald. Zijn moeder stuurde hem weg, of hoe je het noemen wil. Werd gescheiden van zijn moeder en ging daarheen. En daar werd hij dus gedwongen om melk te drinken. Hij had voorheen nog nooit melk gedronken. Hij kende dat helemaal niet. En de jongen ging toen in hongerstaking. Dus het was sowieso het feit dat hij daar weggehaald was. Uit zijn, zijn vertrouwde, veilige omgeving. Dus hij had daar, op dat moment had hij een onverteerbare ergernis. Men dwong hem melk te drinken. Want hij moest aankomen, wat voor reden dan ook. Men dwong hem daartoe. En hij kon niet weg, hij kon daar niet uit. Het was geïsoleerd, het betrof hem. Ja? En hij kende het niet, op het verkeerde been gezet. Daar komt nog eens bij dat de brok, de melk in dit geval, hè, voor ons mensen heel slecht verteerbaar. De koemelk is voor ons slecht verteerbaar. Dus het is ook nog eens een keer een slecht verteerbare brok, maar... Is het voor volwassenen ook of voor kinderen ook? Maakt het... Ook voor kinderen. Het is de eiwitstructuren in koemelk zijn moeilijk afbreekbaar. En dan heb je ook weer zoiets. Dan is het lichaam dus ongelooflijk bezig met die melk om die af te breken. Ja? En dat wordt gestuurd vanuit de hersenen. Die darmen doen dat niet allemaal vanzelf. Die is daar druk mee bezig. En dan heb je ook weer die inbreuk en dan gaat die melk automatisch daarin mee. Dat is dan als groene, vers gemaaide gras of wat dan ook. Ja? Mm-hmm. Oké. En hij had het aspect van verhongeren. Ja? Want hij ging in hongerstaking. Kun je zeggen, ja, dat deed hij zelf. Maar als je in hongerstaking gaat, krijg je in principe ook het aspect van verhongeren. Je gaat niet zomaar in hongerstaking. Ja, en de aspect van verhongeren, dus de onverteerbare ergernis met aspect van verhongering, is de nuchtere darm, het eerste gedeelte van de dunne darm. Daar reageert hij dan mee, in principe, met een celtoename. Ja? Moet ik hier verder? En sinds zijn 6e, heeft hij dus een lactose-intolerantie. Ja? Daar is het melk het spoor. Dus elke keer als hij melk neemt, heeft hij een conflictactiviteit. En op het moment dat de melk verteerd is, dat melk weer uit het lichaam is, reageert hij met diarree. Dus eerst obstipatie. Maar omdat dat gaat dan aan uit. Want het is niet alleen melk, het zijn melkproducten over het algemeen, overal. Ja, alles wat erin zit. Dus... Dat komt eigenlijk nooit tot een genezing. Ik weet niet of je dat schema... Ja, dat schema. In het schema kan je dat zien. Dus dat het elke keer weer aangaat.
Ja, zet het eventjes nu erbij, schema. Ja. Wat elke keer weer aangaat aan de hand van het spoor. Oké, ik ga even verder met het ervaringsbericht. Dus let op, het spoor wijst naar de naald in de hooiberg. Daarmee wordt het biologisch conflict bedoeld, het schokmoment. Mm. Hij was daar juist melk aan het verteren en had toen de ergernis geleden. Bij de studiegroep denkt hij, ja, ik ben nu 49. Vandaag kan niemand mij dwingen iets te doen. Wat toen gebeurde, kan vandaag niet meer gebeuren. Hij gaat naar huis en zegt tegen zijn vrouw, ik zal je iets laten zien. Hij gaat naar de koelkast, neemt een glas melk en drinkt een glas leeg. Dan zegt de vrouw, ben je gek? Wat ben je aan het doen? Hij zegt, ik zal je nog iets anders laten zien. Hij neemt een tweede glas en drinkt ook dit glas melk leeg. Aansluitend gingen ze naar de supermarkt en daar drinkt hij nog een chocolademelk. En hij reageert niet meer. Want het kan niet meer gebeuren. Let op, we hebben het hier over een polycyclisch verloop. Ja? Dus als je in het schema wat je kan zien, het komt elke keer tot een einde van de genezing. Als ik in zo'n gezonde fase zou ik zeggen, dat het dus gewoon je dag- en nachtritme hebt. Als ik daar het conflict oplos, ik kom erachter, oh, het kan helemaal niet meer gebeuren. Dat was toen met 6. Toen kon ik dat niet oplossen. Nu kan het gewoon niet meer gebeuren. Dan heb ik daarna geen symptomen meer, want de conflictmassa, alles is afgebouwd. Dus gebeurt het midden in het proces, dan heb ik dat nog wel, maar één keer. Ja. Maar dat is gewoon even een detail. Dus we hebben als ik melk drink, melk is het spoor. Nu kom ik op het spoor en mijn hersenen zijn nu bezig met de melk. Ondertussen geeft de darm een cel toename om de onverterbare brok te verteren. Wat ik net gezegd heb, er groeit een bloempalachtig tumor. Als de melk verteerd is, dan heb ik kolieken. Dat is dan weer de genezingsfase. Want dan moet ook de wat dan even kort gegroeid is, moet weer afgevoerd worden. Ook weer afgevoerd worden. En dat doet dat onder andere op de darmspieren, die dan een verlamming krijgen. Of kolieken, waardoor dan het afval zo snel mogelijk eruit gegooid wordt. En dat is in principe de symptomen van de ziekte van Crohn. Ja, we hebben het hier over de ziekte van Crohn. Dus iemand die 43 jaar de ziekte van Crohn heeft gehad. Maar dat zijn de symptomen daarvan. Oké. Toen die man het dus inzag, Casper, toen werd het eigenlijk, het probleem werd eigenlijk opgelost. Maar wat ik dan wel moeilijk vind om te begrijpen, is dat dus al die mechanismen die op elkaar inwerken, die wat je net beschrijft van het lichaam, die eigenlijk die cyclus maken, hoe dat werkt, hoe dat blijvend bestaat, hè, zijn lactose-intolerantie. Dat gaat dus, als het ware, verdwijnt dat in één keer zo, lost het op, zeg maar. Dan het lichaam heeft een manier om dat in één keer zo... Ja, ik denk dat je het beter kan begrijpen als je je voorstelt dat ons onderbewustzijn geen tijdsbesef heeft. Tijdsbesef is een bewust iets. Dat is in feite iets wat wij mede creëren. Mm-hmm. Ja? Maar het onderbewustzijn kent dat tijdsbesef niet. Hetzelfde als het kleine kind. Het kleine kind heeft geen tijdsbesef. Als mama weg is, is mama weg. En dan kan ze zeggen van mama komt met 5 minuten terug. Het heeft geen tijdsbesef. Het weet niet wat 5 minuten is. Snap je? En ons onderbewustzijn... Wij menen dat dan te kunnen psychologiseren, maar in principe ons onderbewustzijn, of we 5 zijn, of 50 of 80, kent geen tijdsbesef. Dus dat conflict zit in ons onderbewustzijn en die is er eigenlijk, gaat er nog steeds van uit dat ik 6 ben in dit geval. Ja? Totdat ik het vanuit mijn onderbewustzijn in mijn bewustzijn kan brengen. Oké, toen was ik 6. Toen kon ik daar niks mee. Toen was dat voor mij een biologisch conflict. Maar nu, ik ben geen 6 meer. Ik ben een volwassene. Ik kan zelf beslissen wat of ik doe. Of ik wel of geen melk drink. En op het moment dat ik dat besef
dan komt het wel aan in het onderbewustzijn. Die zegt dan, oké, als het niet meer hoeft. De biologie doet niks onnodigs. Snap je? Dus, maar het moet wel weten wat er gebeurt. Ja, maar dus op het moment dat die man dat herinnerde, dat hij dus dat het conflict was op zijn 6-jarige leeftijd. Ja. En toen was hij al veel ouder, maar dat was dus een gedachte wat binnenkwam. Herinnering, ja, aan dat moment. Want dat conflictmoment vergeten we niet. Dat is hoogacuut dramatisch, isolatief beleefd en op het verkeerde been gezet. Ja. Dus hij kon zich nog heel goed herinneren. Ja, dus die herinnering die kwam dus even terug. Of hoe het dan terugkomt, dat weet ik niet. Maar oké, het kwam terug. En dat zorgde dan voor, dat zorgde eigenlijk voor die hele terugschakeling dus. Die zorgt eigenlijk voor een, je zou kunnen zeggen, weer een balans. Datgene wat hè, en dit is maar één iets, hoeveel van die gevallen heb je lopen. Ja. Maar je moet heel nauwkeurig, je moet, daarom is dat vaak zo belangrijk om het biologische conflict te vinden. Kan het nu nog gebeuren of kan het niet gebeuren? En zeker de conflicten, nagenoeg alle conflicten die we in onze jeugd, in onze kindertijd leiden, die we toen niet op konden lossen, ja, die zijn als volwassenen inhoudsloos. We hebben als kind een heel ander conflictpotentiaal dan als volwassenen. Met volwassen zijn hebben we weer andere conflictpotentialen. Wat voor geld is voor ons een probleem. Voor het kind van 3 jaar, ja... Het smaakt niet eens. Hè? Nee. Is het dan, dus eigenlijk zou het te simpel zijn om te zeggen van als kind ben je kwetsbaarder dan een volwassene. Want het zijn andere conflicten die je dus hebt. In onze samenleving, ja. Het kind gaat ervan uit dat het de bescherming van de moeder krijgt. Het kind gaat ervan uit dat het de bescherming van de omgeving krijgt. Dat heeft het biologisch ook nodig. En dat ontbreekt in onze samenleving. Wij brengen de kinderen weg naar vreemden. Daardoor leiden kinderen, überhaupt door het wegbrengen, leiden kinderen conflicten. Een kind onder de 5 mag je eigenlijk van de moeder, na 3, 5, maar in ieder geval, de eerste jaren is zeer conflictief om het te scheiden van de moeder. Met 3 maanden naar de crash is in de natuur een dodelijk iets, zal ik maar zeggen. Geen dier in de natuur zal haar kind afstaan. Vrijwillig aan een vreemde. Dat komt niet in zijn op. Nee. Maar wij doen het. Nee. En ja, het is wat je zegt. Ze zijn natuurlijk, we weten dat kinderen kwetsbaar zijn. Dat is helemaal niet zo, dat is niet nieuw. Nee. Maar waar ligt die kwetsbaarheid? Want dan menen we, ja, we zoeken een hele goede crash uit. Ik ga daar eerst heen en ik blijf daar een tijdje en ik wil zien dat het daar goed is. Dat interesseert het kind helemaal niet. Nee. Die wil bij mama zijn. En er is daar geen mama. Snap je? Nee. Dus eigenlijk zijn het die crashes die we nou hebben, al sinds jaren eigenlijk al, zijn het hele traumatische of conflict oproepende plekken. Ja. En dat, ik ga er ook vanuit dat ze er daarom zijn. Die dingen ontstaan niet heel, van... Nee. Als je de Germanische een beetje kent, dan weet je dat dingen niet vanzelf ontstaan. Het feit dat in feite ouders nu gedwongen worden, economisch gezien, om beide te werken. Mm-hmm. Vroeger was dat gewoon niet zo. Ik weet niet of jij dat nog meegemaakt, maar vroeger was er 1 werkende en 1 die voor de kinderen, voor het huishouden. Waar zie je dat nog? Dat zijn uitzonderingen. De druk wordt opgevoerd, zeg maar. Natuurlijk, zogenaamd stellen we de normen hoog. En we willen gewoon 3 keer per jaar op vakantie. En we willen elke 3 jaar een nieuwe auto. En we willen elke 3 jaar een nieuwe mobiel. En we willen van alles. En als je even gaat rekenen, gaat dat allemaal ten koste van onze kinderen. Daar komt het op neer. Dat gaat allemaal ten koste van onze kinderen en daarmee... Onze kinderen zijn ons voortbestaan. Hè? Ik bedoel, in onze samenleving wordt dat niet meer zo gezien. Maar biologisch zorgen onze kinderen voor het voortbestaan van de soort. Ja, maar dan neem ik even een andere. Hè? Want dat is wel interessant om even op in te gaan. Want je hebt ook iets wat je ook vaak ziet. Is dat kinderen worden gebracht naar de opa en oma. Maar dat zijn ook verzorgenden. Die zijn de volwassen mensen die weten hoe kinderen grootgebracht worden. Het is natuurlijk zo dat
Er zijn ervaringsberichten waarbij kinderen naar opa en oma gebracht worden en daarmee een scheidingsconflict en hun nodige conflicten leiden. Dat wil niet zeggen als je ze naar opa en oma brengt dat het geen conflicten geeft. Nee, oké. Okay. Het wil, als opa, als, vooral, het gaat hier dan denk ik meer om oma, hè, als plaatsvervangend moeder. Ik denk ook niet dat het per definitie vanuit de natuur gezien zo is dat de moeder, de biologische moeder, altijd de directe aanspreekpartner is. In eerste instantie wel, voor het voeden natuurlijk wel, dat is mm-hmm. logisch. Ja, maar dat als oma daar altijd bij is, dat oma eigenlijk een tweede moeder is. Ja, en dat het kind dat op die manier, maar dan moet oma eigenlijk in huis leven. Dan is het niet dat oma woont 10 kilometer verderop en wordt dan daarheen gebracht, afgezet en mama gaat weg. Het oma is vroeger ging, dat vroeger gezinnen ja. bij elkaar bleven, grote ja. gezinnen. En, ja. 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 Dat, in ieder geval is dat veel minder conflictief dan het ze wegbrengen. En nogmaals, hoe willen wij met ons psychologisch denken kunnen beslissen of een crash goed is voor het kind of niet? Dat is een illusie. Dat kan helemaal niet. Ik begrijp wel dat moeders proberen om het zo goed mogelijk voor hun kind te doen. Maar iets wat je verkeerd doet, kan je niet zo goed mogelijk doen. Ik bedoel, verkeerd is gewoon verkeerd en ik kan het dan niet een beetje beter doen. Iets minder verkeerd. Iets minder verkeerd. Nee, het is goed bedoeld. Nogmaals, het is ook geen opzet. Dat weet ik ook wel. Het is hoe we grootgebracht zijn. Ja, maar het geeft even iets aan. Ja, ja. All right. Wat wilde jij verder nog vertellen? Want we kunnen nog. Wil je nog eentje erbij pakken? Of zeg je van, wil je nog even iets toevoegen aan het laatste? Even kijken. Wie was die 49-jarige? Mm-hmm. Ik heb nog een hele korte. Die over de blinde darm. Ja, blinde darm is ook zoiets in onze samenleving. Nou, acuut moet meteen nog geopereerd worden. Dat is levensgevaarlijk. Er wordt van alles van gemaakt. En ik wil, dat is niet zo'n lang bericht. Nee, die wil ik nog wel even voorlezen. Mede aan de hand van die voorbeelden dat je, überhaupt het enerzijds heel logisch vindt en anderzijds wat jij ook, tegenaan loopt, niet kan begrijpen dat het zo werkt. Ja, hoe kan dat dan? Maar het is wel logisch. Ja, gek, ja? Hè? Het is een soort herkenning, maar het is ook weer zoiets van, ja. Ja, er komt dan meteen het denken. Die zegt, nee, dat gaat niet. Nou, ik heb er eentje, dat is een monocyclisch verloop. Dus dat is een simpele, dat is in zoverre, je hebt een actieve fase. Er komt de genezingsfase, de conflictoplossing, genezingsfase. En het is klaar. Ja? Ook bij een kind. Ik sta niet bij hoe oud hij is. Een moeder meldt, onze zoon had een geïrriteerde blinde darm. Het begon op maandagavond met lichte buikpijnen die mijn man en ik toeschreven aan spijsverteringsproblemen, omdat hij geen precieze details gaf. Dinsdag was hij nog op de kleuterschool, dus ja, hoe oud is die dan? 4, 5? Zoiets, ja. Maar had tussen de middag weer een beetje buikpijn. 'S avonds werd het erger. Op woensdag kon hij niet meer naar de kleuterschool. Rond de middag zat de pijn duidelijk in zijn onderbuik. Dan moet ik even de goede. Oh ja, ik moet een ander blad nemen. Dan klopt het verhaal niet, hè? Ja, ja. Nou, een telefoontje met onze arts bracht aan het licht waarschijnlijk een irritatie met de blinde darm. De dokter kwam 's middags langs, bevestigde de irritatie, diende een homeopathisch geneesmiddel toe en vroeg ons opnieuw te bellen als het erger zou worden. Het werd ook erger. Op woensdagavond lag mijn zoon te kronkelen van de pijn. We reden naar de arts die om persoonlijke redenen haar huis die avond niet kon verlaten. In haar praktijk hing de wetenschappelijke tabel van de Germanische heilkunde. Ik wist dat zij die had, maar ik had er nog niet aan gedacht om in de tabel naar het conflict te zoeken. Ik vroeg de arts wat het was volgens dokter Hamer. Ze keek op de tabel, dus ja, de tabel gebruikte ze niet echt. Ze keek op de tabel, keek mij daarna een beetje onzeker aan en zei beleefd en gereserveerd. Nou ja, de oorzaak bij een kind is een ruzie die de ouders hebben en die het kind heeft meegekregen.
dat zou hem problemen geven. Herkent u hier iets in? Ja, ze was erg voorzichtig, want wie wil er nou in het privéleven van patiënten neuzen? Dat is dus ook een probleem met de germanische praktiseren, want je moet in het privéleven van de patiënten neuzen, want anders ga je niks vinden. Ja, precies, ja. Ja. Maar ja, ze had gelijk. Mijn man en ik hadden de zaterdagavond daarvoor ruzie gehad over een paar steeds terugkerende fundamentele zaken. Daarbij moest er eens lucht aan de zaak worden gegeven om standpunten duidelijk te maken. Onze zoon had dit gehoord en reageerde met blinde darmontsteking. De blinde darmontsteking is de genezingsfase. Ze hadden zaterdag de ruzie en op maandag, dinsdag was hij op school. Van het spoor kwam hij in de genezing. Ik vroeg de arts of het zinvol zou zijn om met onze zoon te praten. Om hem te vertellen dat mijn man en ik geen echte problemen hadden. Dat we van elkaar hielden en in elk geval bij elkaar zouden blijven. De arts was het ermee eens dat dat wat zou kunnen brengen. Ik reed met onze zoon naar huis, we brachten hem naar bed en spraken met hem. We legden hem uit dat hij ook niet altijd goed met zijn vrienden kon opschieten, maar dat hij ze toch aardig vond en altijd weer met ze speelde. Bij ons was dat net zo. Wij als ouders zijn het niet altijd met elkaar eens, maar meestal wel. We houden van elkaar en we zijn altijd een familie. Onze zoon keek ons onbegrijpelijk aan, knikte van de pijn en viel vrijwel onmiddellijk in slaap. Het was inmiddels ook 9 uur na avonds. Om 11:30 hebben we hem helemaal verschoond, want hij was helemaal nat van het zweet. Het nachtelijk zweten is trouwens een typisch verschijnsel van een tuberculeuze genezing. In het darmweefsel hebben we in de genezingsfase altijd een genezing met de tuberculobacillen, microben. Oké. En dat geeft altijd, het nachtelijk zweten wil dus zeggen, ze wil twee dingen zeggen. Ik ben in een genezingsfase van een hersenstam of oude hersenen gestuurd programma. En ik heb de microben. Want zonder microben zweet ik niet. Nee. Ja? Dus dat is goed om te weten. Hij werd er niet wakker van. Ook geen, dus van het wisselen. Hè? Ze hebben hem s'nachts nog gewisseld. En hij werd er niet wakker van. En had ook geen pijntrekkingen. De volgende ochtend was hij moe en uitgeput. Ja, dat is de tweede fase. De diepe genezingsfase. Hij zei, ik moet mijn buik beschermen tegen de pijn. Hij had spierpijn in zijn buikspieren van de buikkrampen. De blinde darmirritatie was helemaal weg. De zoon geruststellen was niet echt nodig, want hij was al in de genezingsfase. Maar oké, het conflict was al opgelost. Maar het kan wel voorkomen, dat er in de toekomst recidieven zouden komen. Dus een heractivering als de ouders bijvoorbeeld weer luid tegen elkaar spreken. Ja, want dat die ruzie, dat zorgt ervoor dat het kind dus onrustig wordt en gaat denken van, oh jee, het wordt onveilig. Waardoor ik dus misschien niet meer voor mezelf kan zorgen of iets dergelijks. Voor het kind is het inderdaad een onveilige situatie. Want wat gaat er gebeuren? Gaan papa en mama uit elkaar? Het is onveilig, inderdaad. Dus hoog acuut, zeer acuut dramatisch voor hem. Isolatief beleefd. Hij ligt alleen in zijn bed. Ja, en hij had het niet verwacht. En ja, dokter Hamer kan ook alleen maar vaststellen dat het zo is. Hoe komt hij met blinde darm aan een ruzie in de ouders? Dat komt door dit soort berichten. Snap je? Het is niet zo dat hij daar iets bij verzonnen heeft. Het zijn gewoon praktijkgevallen. Je kan ook als volwassene blinde darmontsteking krijgen. Dan is het niet een ruzie van de ouders. Nee. Is het trouwens, komt het vaker voor bij kinderen dat het op de darm slaat? Of dat de kop daar ook ergens anders in kan slaan? Alles hangt af van de conflictinhoud. Hè? Hier is de conflictinhoud, ruzie in de ouders. Ja. En dat gaat blijkbaar op de blinde darm. Ja. Leidt hij een eigenwaarde in breuk? Ja, mijn ouders houden niet meer van me. Ja, dan gaat het op de botten. Ontkalkende botten, maar dat is een heel ander programma. Met heel andere symptomen. Dan krijgt hij uiteindelijk leukemie in de genezingsfase. Hmm.
Nou, dat is even zo kort. Dus ja, hoe wordt het ervaren en dan geassocieerd biologisch, waar komt het dan terecht? Ja, de blinde darm heeft ook zo'n... kijk, wat is de biologische zin? De biologische functie van de blinde darm. Ja, daar worden brokken die slecht verteerbaar zijn, die worden wij gebruiken de blinde darm niet meer echt, maar bij de varkens blijkbaar wel. Dus daar worden verteringsbrokken, voedingsbrokken die slecht verteerbaar zijn, die worden eigenlijk geparkeerd in de blinde darm, totdat ze verteerd zijn en dus dat ze meer tijd hebben om te verteren. Dus ja. dat is de conflictinhoud in principe. Ja. En nog iets, hè? Want dan die zaterdagavond is die ruzie geweest tussen die ouders. Ja. En dan is een paar dagen later, had hij dus last van zijn blinde darm. Maar wat is er in die tussentijd, heeft dat dan tijd nodig gehad om te activeren ofzo? Of om inderdaad tot oplossing te komen? Nee, hij is, zolang hij die symptomen niet krijgt, die beginnen op maandag, is die conflict actief. En groeit er dus een tumor in de blinde darm. Ja, maar dat geeft geen symptoom. Nagenoeg geen symptoom. Dus de zondag is het voor hem afwachten, zal er weer een ruzie zijn. En er is geen ruzie, het is gewoon zaterdagavond uitgesproken. Ja, waarschijnlijk voor hem dramatischer dan voor zijn ouders. Mm-hmm. Ja? Maandags gaat hij naar school, naar de kleuterschool. Pap en mama zijn weg. Dus sowieso komt hij van het spoor, afleiding, en dan beginnen de eerste genezingssymptomen. Ja, dus dat hij krampen krijgt, dat hij pijn krijgt. En hij heeft gewoon, en dat hing nog een beetje, want dat ging nog niet echt diep. En op dinsdag, toen was het voor hem duidelijk, hadden ze niet gezegd, we hebben ruzie gemaakt en we maken geen ruzie meer. Er is niks gezegd, maar het kind kijkt gewoon van, wat gebeurt er? Wordt er nog ruzie gemaakt? Als het niet meer gebeurt, gaat het in genezing en dan gebeurt het ook niet meer. Niet met dit verhaal kan het gebeuren dat als de ouders nog eens een keer ruzie maken, niet als hij 20 is of 25 is, maar als dat nog eens een keer zou herhalen, dat hij weer met een, zonder dat het hoge acuut dramatisch isolatief beleven op verkeerde been is, dat hij weer met blinde darmontsteking reageert. Maar oké, dit was een enkel geval. Ja. De gevallen waarbij de ouders chronisch ruzie met elkaar hebben, dan zie je ook een chronische ziekte bij het kind. Het kind kan het niet oplossen, het gebeurt elke keer weer. Ja. Dus, Hamer zegt ook, bij kinderen hoef je het kind geen therapie toe te passen. Nee. Bij kinderen moeten over het algemeen de ouders behandeld worden. Als een kind is het natuurlijk wel handig om te kijken van, wat is er aan de hand? Want de kind reageert daar heel snel op, heel sensitief. Nogmaals. Nogmaals, ze hebben een ander conflictpotentiaal. Ze zijn afhankelijk van hun ouders. Biologisch weten ze dat ze kunnen niet weglopen. Nee. Dat wil niet zeggen dat wij als volwassenen dan ineens minder conflicten lijden. Nogmaals, we hebben dan zoveel geloofssystemen op ons nek gekregen, dan reageren we daar weer mee. Het zou niet hoeven, maar op dit moment is dat gewoon zo. Dus je zou kunnen zeggen dat na verloop van tijd, als mensen volwassen worden, zijn die geloofssystemen zijn een soort vangnet? Ja, wij worden daarin gevangen. Daarvoor hebben we ook het schoolsysteem natuurlijk, om ons keurig netjes daarin te begeleiden. Ja. En wat je ook wel ziet, is ook wel heel boeiend, dat met de puberteit, dat kinderen zich losmaken van de moeder, losmaken van de ouders, dat gewoon bepaalde klachten, chronische klachten, verdwijnen. Spontane genezingen. Ja? Omdat dan merkt het kind wel, ergens komt het dan wel onbewust door, dat het niet meer kan gebeuren. Of het beseft zich dat het niet meer kan gebeuren. Maar het is eerder in die tijd, in die puberteit, dat gebeurt. Op latere leeftijd heeft, zoals bij het eerste ervaringsbericht zie je gewoon dat het op een gegeven moment zo afgescheiden is van het bewustzijn,
dat het zich dus niet meer oplost. Niet, het kan zich wel oplossen, maar dat het zich niet meer oplost. Ja. Het is natuurlijk ook zo, als je het hoofdspoor, hè, wat ik net zei, kan mijden. Op een gegeven moment, als je de chronische ruzie van je ouders het conflict is. En ik kan op een gegeven moment gewoon het huis uitgaan. Ik ga ergens anders heen. Ik speel met vriendjes. En ik weet, als het ruzie wordt, kan ik de deur uit. Is de situatie alweer compleet anders. Dan kan ik het spoor wordt mijden. Dan, wordt het dan niet psychisch? Omdat je dus eigenlijk wel weet dat ze ruzie maken? Ik doe dat biologisch. Intuïtief zorg ik dat ik uit huis ben. Daar hoef ik helemaal niet over na te denken. Snap je? Maar heel veel dingen. Want we proberen, zolang het conflict actief is, proberen we het ook op te lossen. Onbewust. Bewust zijn we daar niet altijd mee bezig. We moeten dan werkelijk onze gedachten gaan aanschouwen, gaan bekijken. Waar denken we nou eigenlijk over na en waarom doen we dat? Maar onbewust zijn we met het dwangmatig denken bezig om het conflict op te lossen. Dat is de bedoeling. De verkoudheid is een genezingsfase symptoom. Dus ik heb het conflict opgelost. Ben ik niet mee bezig geweest. Ik heb niet gezegd, nou van woensdag ga ik mijn conflict oplossen. Dan ben ik donderdag en dan heb ik een verkoudheid. Nee, het gebeurt spontaan. Maar ons onderbewustzijn is daar, die doet niks spontaan. Die is daar heel, heel druk mee bezig. Gaan we het ook nog een keer over hebben, het onderbewustzijn. Ook heel interessant, want het is wel iets wat steeds dit is, terugkomt. Dit is alleen maar onderbewustzijn. We kunnen er verstandelijk over praten zoals we nu doen, maar we hebben het constant over het onderbewustzijn. En dat leeft ons. En het is als een goede vriend heel goed om dat onderbewustzijn te leren kennen. Hoe tikt die? Hoe reageert die? Waar reageert die op? Zodat ik daar in harmonie met deze goede vriend kan leven. Als ik daar constant vanuit mijn psychologisch denken alleen maar dat onderbewustzijn problemen veroorzaak, ja, dan is dat niet zo harmonieus. En dan heb ik veel conflicten en veel problemen. Maar ja. Oké. We hebben de twee voorbeelden gehad. Ja. Wil je nog ergens iets aan toevoegen? Want we gaan dit vaker doen. Een of twee casussen voorleggen aan mensen die dit interessant vinden. Zodat ze er misschien wat meer, ja, meer kijken, meer besef van krijgen. Van wat is nou die germanische heilkunde? Hoe werkt die praktijk nou precies? Hè? Ja, voor degene die dit wel aanspreekt. Maar nu ziet ze van al die mechanismen en et cetera. Hè. We hebben er natuurlijk wel aardig wat gezien tot nu toe. En dat is nog niet alles. Daarvoor is het toch voor ons als mensen noodzakelijk dat we daar ons in verdiepen. Dat we gaan begrijpen hoe dat werkt. Zoals, het is niet anders dan zeg maar met een auto repareren. Als ik niet weet hoe de basisfunctie van een auto is, van verschillende onderdelen. Wat wil ik dan repareren? Ik kan het uit elkaar halen, krijgt het waarschijnlijk niet meer in elkaar. Want wat doet het nou eigenlijk, weet je wel? Ja. Dus de eerste stap is gewoon erin verdiepen om die wetmatigheden die er in ons zijn, eerst maar eens een keer eigen te maken, binnen te laten. En te kijken, om het dan te kunnen herkennen. Want wat je niet kent, kan je ook niet in het dagelijks leven herkennen. Je kijkt er gewoon overheen, er doorheen. Dat is, en daarom, informeer uzelf, zolang u gezond bent, vermeend gezond, want wie is gezond, zodat je dat ook, dat onverwachte of op het verkeerde been gezet worden, dat is een heel sterke pijler in onze samenleving. En ieder meent wel met bijvoorbeeld met kanker. Ja, als ik de diagnose kanker krijg, ik ga geen chemo doen, ik ga niet dit doen, ik ga niet dat doen. Maar wat ze wel gaan doen, dat weten ze nog niet. Mm-hmm. Daar kijk ik dan wel. Ja, maar ja. Dan ben je te laat, want dan weet jouw onderbewustzijn, weet dat. Je weet van, ja, je weet wat je niet wil doen, maar je weet niet wat je wel wil doen. Ja. En als je op het moment, dus die moet reageren met deze toestand. En als je dan de diagnose kanker krijgt, waarvan je eigenlijk ervan uitgaat dat aan jou voorbij zal gaan. Ja, want anders zou, als ik 100% zeker weet dat ik kanker krijg, dan ga ik me er nu toch in verdiepen, of niet?
Dus als ik het niet doe, ga ik er toch vanuit dat ik het niet krijg. Voor het onderbewustzijn is dat een logisch iets. Als je er niet in verdiept, ga je ervan uit dat je het niet krijgt. En op het moment dat je de diagnose krijgt, is het dus zeer acuut dramatisch, isolatief beleefd en op het verkeerde been gezet. Ik had het niet verwacht. En dan slaan de nodige conflicten nog eens extra in, die ik niet zo snel opgelost krijg als het oorspronkelijke conflict waarmee ik bij de dokter kwam. En daarom informeert u zich, zolang u gezond bent, we hebben een heel lesmoduleprogramma, waar stap voor stap deze basisprincipes uitgelegd worden. Er is eigenlijk twee modulen over sporen, omdat dat een heel belangrijk aspect is. Maar op die manier komen we die andere wetmatigheden zo stap voor stap tegen. Mijn idee is om de volgende podcast nog even in de darm te blijven. Mm-hmm. Maar dan de organen die je niet zo snel relateert aan de darm. Om daar eens wat dieper na te kijken. En bijvoorbeeld de amandelen. Of de speekselklieren, die behoren natuurlijk tot het spijsverteringskanaal. Want ik speeksel mijn voedsel in om het door te kunnen slikken. Maar voor heel veel mensen linken dat niet. We gaan ons hele lichaam bij langs eigenlijk de komende tijd. Ja, we gaan zo van de hersenstam zo omhoog tot we dan in de toren zitten. En daarmee wordt het ook steeds complexer. De hersenstam is het meest simpele hersendeel. De kleine hersenen zijn al wat complexer. En als we in de grote hersenen komen, ja, dat wordt echt complex. Dus het is ook goed om vanuit de hersenstam te beginnen. Want ja, dan als we er bovenaan zijn, dan is het niet zo zwaar. Want dan heb je al heel veel meegekregen. Dus op die manier. Okay. Als mensen reacties hebben of vragen, die kunnen ze hieronder stellen, onder deze video. En dan kunnen we op terugkomen. Je kunt ook Casper mailen natuurlijk. Ja. Kun je nog één keer je mailadres noemen? Dat is altijd last. info@germanische. En dan minteken. Heilkunde. .at. Maar op beide websites die we hebben, de andere is de Germaanse geneeskunde.info, staan contactformulieren. En daar kan je dan ook op die manier een berichtje sturen. Dus dat is, denk ik, wat helemaal goed. We zijn er de volgende keer weer met meer leuke casussen die meer verdieping geven aan de Germaanse heilkunde. En ik wil je heel erg danken weer, Casper. Ja, jij ook bedankt, Niels. Tot de volgende keer. Bye bye. Tot de volgende keer. Bye.